theedrinker geweest. Ik heb een half jaar in China gezeten. Daar ben ik nog meer fan van thee geworden. Daar heb ik ook de Chinese theecultuur meegemaakt. Core business op dit moment is verkoop van de planten voor theeplantages, voor mensen thuis, voor mensen die ze op de keukentafel willen zetten, die ze op het terrasje willen zetten of die er in de tuin een theeplantage willen maken of net als dat ze in de plaats de buxushek eruit doen en een theeheg wegzetten. Daar gaan veel arbeidskosten in zitten, daar gaat veel eigen tijd in zitten. Investeringen, aankopen van planten, huurmeters waar we geen productie draaien. Maar we hadden wel een stip aan de horizon, iets wat we wouden bereiken. Een verschil wat wij willen maken, een stukje geschiedenis wat wij willen schrijven. En dat is het voor ons waard. Nederlandse thee is zeker anders dan buitenlandse thee. Het is wel dezelfde plant natuurlijk, maar ja, de omstandigheden zijn hier anders. Dus vochtgehalte in de blaadjes is anders. En we hebben hier ook andere materialen waar we mee werken natuurlijk. Hier werk ik gewoon met deze twee handen en in China werken ze met grote machines. Alles wat er rondom thee, lokale productie kan ontstaan, gaan we daar een podium en een ruimte geven. Dat is wel een forse investering. Ja. Het zal ongeveer 1,5 ton kosten om dat te realiseren.